Goedemorgen Christa. Goedemorgen. We staan hier bij het huis van je vader. Klopt. Waar die enorme brand is geweest. Ja, het was heel erg schrikken voor mij. Je wilde zelf graag een interview geven. Ja. Waarom? Mijn vader is dementerend en er is zo weinig plek voor mensen om opgenomen te worden. Er moet eigenlijk eerst wat gebeuren voordat deze mensen dus gelijk opgenomen kunnen worden. Want de reden van deze brand, dat heeft te maken met de situatie van je vader. Ja. Klopt. En daar wilde je graag ook wel iets over vertellen. Ja, mijn vader heeft vasculaire dementie. Het ging de laatste tijd ging het niet meer goed, dus we waren bezig met de opname. Maar er is gewoon een wachtlijst voor deze mensen. Wat heel triest is. En wat ook heel veel energie vraagt van de mantelzorgers. Om dat te regelen. En opeens, soms gaat dat gewoon niet meer. En dan gebeurt het zoals wat er nu gebeurd is. En dan kan alles wel. Hoe gaat het nu met je vader? Gaat goed. Ik heb gisteren contact gehad met de arts uit het ziekenhuis belde. In principe mag hij naar huis, maar hij kan natuurlijk niet meer naar huis. Dus ze zijn nu bezig met een plek te zoeken waar hij tijdelijk kan verblijven. Totdat er hier in Noordwijk plaats is. Hij had twee brandblaren op zijn rechter grote teen. Eén is er wel opengesprongen, maar dat behandelen ze gewoon. Dus hij wordt geheel verzorgd. En verder, ja, het is nu even afwachten wanneer ik een telefoontje krijg. Wanneer hij tijdelijk ergens een plekje heeft op een afdeling. Toen je hier ter plaatse kwam tijdens de brand, wat trof je toen in eerste instantie aan? Heel veel brandrijauto's. Ik kwam samen met mijn jongste zoon met de auto kwamen de wijken in. Ik zag hele grote rookpluimen gaan. En ik kreeg al de zenuw. Ik dacht bij mijn eigen, het hele huis staat in brand. Dus ik kwam hier in de straat, vlak voor het huis. Toen bleek het alleen maar de voorkant te wezen. Dus eigenlijk gelijk op zoek naar mijn vader. Waar is die? Die vond ik helemaal beduust, helemaal in de war. Ik heb een overbuurman gevraagd of die mijn vader mee naar binnen wilde nemen. Dat heeft hij gedaan. De politie had nog wat vragen aan mij. Die vroeg opeens, waar is je vader? Ik zeg, die zit daar en daar. Dus heel erg veel commotie. Ik had het echt heel moeilijk op dat moment. Je hebt een oproep gedaan op Facebook om spulletjes te krijgen voor je vader die hard nodig waren. Dat klopt. Wat zijn daar de reacties op geweest? Ik heb heel veel kleding gehad, scheerspullen, tandenborstels, tandpasta, badschuim. En ik wil iedereen die dat gedaan heeft heel erg hartelijk bedanken daarvoor. En ik heb een tas afgegeven in het ziekenhuis. Ik heb nog niet zijn reactie, maar de verpleging in het ziekenhuis, toen ik dat vertelde, wat jullie allemaal gedaan hebben voor hem, die vonden dat zo lief. Dankjewel. Dankjewel.